In 2018, kan ik je zeggen, na een heel moeilijk en moeizaam verkoopproces, was Marcel Boekhorn de enige die geloof had in HEMA. En die ondanks die hoge schulden en ondanks alle dingen die speelden, vertrouwen had in het merk. En hij heeft toen met heel veel lef en heel veel moed HEMA gekocht. En ik weet nog heel goed dat wij hem in het atrium ontvangen hebben als een ware volksheld met heel veel applaus. En hij bracht heel veel energie en heel veel daadkracht, ondernemersgeest binnen HEMA. Hij heeft ook heel snel 100 miljoen euro van de schuld weggeschrapt. Hij heeft nieuw kapitaal binnen HEMA gebracht. En hij was de mede-architect van onze strategie om van de Nederlandse winkelketen een wereldwijd merk te maken. En hij was ook heel erg ver samen met ons voor een plan om de schulden te reduceren. Nou, helaas, door corona is het niet gelukt. Maar uiteindelijk is die schuldreductie wel een feit met samenwerking met de obligatiehouders. Onder zijn bezielende aandeelhouderschap hebben wij bijzondere dingen gedaan. Samenwerkingsverbanden met Jumbo, met Franprix, met Casino. We zijn wereldwijd verder uitgegaan met winkels nu dadelijk in Mexico en andere plekken in de wereld. Maar ook heeft hij ons geholpen om op een andere manier te kijken naar samenwerkingsverbanden. En met Jolante Cabau met Bananas, maar ook met Studio Job, die bijzondere collectie weer afgelopen zomer, hebben we echt design en innovatie op een andere manier bij HEMA neergezet. Voor mij persoonlijk heeft Marcel heel veel betekend. Ik heb heel veel van hem geleerd. En het is een voorrecht geweest om zo dicht met een bijzondere man, een succesvolle ondernemer, een superondernemer te mogen werken. En wat hij mij geleerd heeft is dat je altijd, altijd het mogelijke moet zien waar andere mensen het onmogelijke zien. En dat je altijd moet denken in termen van kansen en nooit in problemen. En dat die wijze les van Marcel zal ik altijd bij me houden. Ik wil Marcel hierbij danken namens de directie. En ik spreek volgens mij ook namens de Raad van Commissarissen, namens de ondernemingsraad, namens alle collega's en onze franchise-nemers. Grote dank, Marcel, voor wat je voor HEMA betekend hebt. Spijtig dat we zo uit elkaar moeten, maar je zal een blijvende impact hebben en houden op HEMA. Morgen gaan we ook dit breder uitmeten. Je zal het op meer plekken zien. Onze dankbetuiging aan Marcel Boekhorn in lijn met de bijzondere mijlpaal